to the cloud. Goedemorgen, lieve mensen. Ja, ze is helemaal gek geworden. Het is helemaal geen morgen. Het is al middag. Sorry, ik had gewoon heel veel te doen. Dus, goedemiddag op 3 maart 2022. We zijn vandaag een 48-12-3. En ik heb hier een kind bij me te zitten. En die steekt. Ja, die doet gek. Nou ja, dat moet ook kunnen. Hè? Wat is dat? Positief vibes. Oh, positief vibes. Ja, goed. Nou, zo'n dag is het dus vandaag. De Schumann was best wel een beetje pittig, dus hou er rekening mee. We hebben net geluncht en toen zei Julius ook al van, zeg maar, kan je nou van die Schumann ook honger hebben, extra honger? Ja, dat kan. Het is een heel mooi excuus om een extra stukje brood te eten. Of iets anders lekkers te doen. Maar ja, het kan wel. Het kan zeker. Dus dat merken we ook een beetje aan onze katten. Die zaten nu al enorm te zeuren. En het is 13:50 nu. Die krijgen over een uurtje hun middagsnoepje. Ja. Ze worden erg verwend bij ons. Dus, nou, zo'n dag is het vandaag. Ik heb van alles al gedaan. Het is een lekkere werkdag. Veel communicatie, veel heen en weer. En dat is alleen maar fijn. Ik heb voor deze week gekozen voor de hart- en zielkaarten. Jo, trek jij eens even een kaartje voor vandaag. Nou, ga ik voorlezen. Prachtig. In de... Het is echt een Juliuskaart. Oh. In de transcendent. Ja. Oh, hij krijgt hetzelfde. In de transcendentale wereld. Ja, in de transcendentale wereld van je ziel zijn er oneindige universums. Allemaal onvoorstelbaar groot en toch ook onvoorstelbaar klein. Zelfs in het kleinste subatomaire deeltje vind je een oneindige groei. Schepping is een kosmische film waarin jij zowel de regisseur als de acteur bent. Kijk even naar binnen. Veruiterlijk de eindeloze golven van liefde die je in je draagt. Dat liefde de aarde mag omarmen en heel de schepping mag vervullen. Toni Carmine Salerno heeft ze gemaakt. Wel grappig dat dit over die oneindige universums gaat. Want ik heb vanmorgen mijn nieuwe webinar Engelenfilmpje gemaakt. En daar heb ik het ook inderdaad over gehad dat er meer universa zijn. Dat is best wel grappig. Nee, zo gaat dat. Dat zo'n kaart er dan ook uitkomt. Dus ik ben bezig met mijn cursussen. Alles even weer de puntjes op de i. En ook even goed erbij zetten. Wat krijg je erbij? Want ik heb best wel wat ontwikkelingen doorgemaakt. Dus nou, daar ben ik ook heel druk mee bezig geweest vandaag. Dat is ook belangrijk. Ja, ik wens jullie een prachtige dag. Vanavond hebben we de Zoom. Daar is Julius niet bij. Mijn man ook niet. Want die zijn bij de webinar van Tijn Tauber. Ja, dat is ook mooi. Dat is ook belangrijk. Goh, kan jij er niet bij zijn? Zijn mijn man? Nou, ik zei nee. Want ik zei, ik heb mijn eigen Zoom. Jullie rekenen op mij. Vanaf 7:30, 7:45, dan gooi ik de groep open. Zodat je gewoon kan binnenkomen. Hey, je komt in de wachtkamer, ik laat je binnen. En dan kunnen jullie ook samen even praten. En dan om 7:50 dan beginnen we met de update. We hebben het natuurlijk over de toestand in de wereld. Nou, en ik ga een dingetje aanroeren wat gisteren op mijn groep gebeurde. Daar wil ik ook iets over vertellen. En dat is helemaal niet erg, maar het is wel een eye-opener. En ik dacht, oh, dat kan ik mooi ook even aan jullie vertellen, want dat is voor iedereen belangrijk. Dus vanavond, de link kan je via mijn webshop Positieve Webinars. Ga je naar die Zoom toe, dat hele mooie plaatje met die boom en het hart. En daar staat een permanente link. Daar kan je gewoon elke week op klikken. Dat is mijn personal room. Dat is mijn ruimte waarin ik alles kan doen. En daar kan je gewoon elke week is gewoon dezelfde link. Heel simpel.
Dus wees welkom vanavond bij de webinar. Bij de update, de wereldse gebeurtenis webinar. We hebben het over Poetin en we hebben het over... Eerst even het stukje over de groep. En bewustzijn, bewuster van zijn. Wat je deelt, hoe je deelt, waarom je deelt en wat daarvoor is gebeurd. En daarna hebben we het over Poetin, over Biden, over Nederland en over de toestand in de wereld. Heb je vragen? Die kan je al stellen. Ik heb op mijn groep ook een paar hele goede vragen. Dus die ga ik vanavond behandelen. Wil jij ook een vraag aan mij stellen die ik of in de groep gelijk beantwoord, want soms kan het ook gelijk beantwoord worden, of ik doe het in de Zoom, dan kan je lid worden van de Telegram groep. Telegram staat onderin deze beschrijving van het filmpje. Kan je het niet vinden, doe mij een berichtje op Telegram. Hoe je dat doet, zie je in het filmpje wat ik gisteren gemaakt heb. Hoe doe je een privéberichtje op Telegram? En ook hoe de playlist, hoe je dat doet op YouTube. Filmpje met een geel dingetje. Kan je even rustig bekijken hoe dat dan werkt. Telegram is niet moeilijk, is niet eng. Blijft online, is hartstikke handig. Beter dan Facebook, maar dan word ik alleen maar geblokkeerd. Dus Telegram is een hele mooie oplossing. Voor de rest kan je ook, als je de Zoom-groep niet kan vinden, doe mij een WhatsApp-berichtje, dan doe ik jou de link. Nou, ik wens jullie een mooie dag nog. Lekker in de zon even een kopje thee drinken of zo. En dan vanavond zie ik jullie weer. Dag lieve mensen.